Stefan blijkt een honkbalhunk. Kan slaan, rennen en tikken. Ja, ik vind voetbal ook leuk, maar ik vind wel, ja, honkbal is natuurlijk wel, zit wel in mijn hart. Ook Maureen valt voor deze geweldige sport. Wat Lin doet, slaat nergens op. En andere toppers zijn? Niet supergoed. Want die schreeuwt het uit. Weet Wassima de bal te raken, slaat Sam een homerun. Noah heeft de looks, Sebas het talent. Ook Ricky en Rijn zien er professioneel uit. Het voelde echt alsof je in een New York Yankees stadion stond. Stond en dook. Laat in de comments weten welke andere sport wij nog een keertje met Creative Seas zouden moeten doen. Ja. 100 meter stilstaan. Of voetballen met een honkbal. Joris kan het niet laten en ook Appie heeft veel balgevoel in zijn voeten. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Dit wordt wat hoor. Voor het eerst een andere sport door de creators. Kijkend, abonneer. Echte stoere honkbalkleding ligt klaar. Het nieuwe shirt van het Nederlands team met creators logo perfect verzorgd. Ik kwam hier aanrijden en ik dacht echt bij mezelf, ik ga weer terug naar zo'n Amerikaanse film uit de 90's. Ja, dat je gewoon zo lekker fel publiek, mooi grasveld. En een tribune met ruim 4000 toeschouwers tijdens de Honkbalweek Haarlem. Plus het volkslied live a cappella door de creators gezongen. Zo. Zoveel mogelijk reacties. We hebben reacties nodig gewoon. Ja, reacties nodig. Ja, komt het gewoon iets. Boeien. Nou, doe dat. Wij wachten wel. Daar de Creators Yankees, gecoacht door ex-internationals. En daar de Creators Red Sox. 1, 2, 3, be red! Hey! 1, 2, 3, be red! Hey! Maar liefst 10 camera's filmen dit. Ja. Een topvideo is dit, hè. En zo bereiden honkbalcoaches zich voor op dit spectaculaire duel. Dan zien we links in beeld Stefan, die dansend doordraait. En dan als eerste aan slag, Sebas de Jong, die vooral vooraf problemen had. Hij wist niet hoe hij zijn Red Sox aan moest doen. Hey, als je naar jou loopt, gooi hem die kant op, gooi naar hem. Die kant op gooien. Allemaal hebben ze een honkbal bijnaam. Sebas is the man of steel. De ex-internationals pitchen. Zo, aardig geraakt. Ja, in de training. En in de wedstrijd... Is dit de eerste geraakte bal? Prima hoor. Naar het eerste honk. Door naar het tweede. Ja, hij werd ooit gescout voor honkbal, maar koos voor voetbal. Derde honk en dan home run. Jawel, en de su! Voor de Man of Steel, Sebas. Ik dacht de eerste was een home run. Ik rennen. Celebration. Hoor ik, je mag naar het tweede honk. Nou, bedankt. Want het is alleen een homerun wanneer de bal buiten de paarse kussens landt. Dit is een softbalveld met softbalregels. Glenn gaat op de thuisplaats staan, in plaats van in zijn vak. Ja, Glenn, de Big Hurt Helder. Hij is de volgende en zit in dit team. Gaat straks op het eerste honk staan. Vrij brede stand, daar kan een vark onderdoor. En de bal moet tussen de knieën en riem aangegooid worden. Ja, inderdaad, iets te hoog was die tweede worp. En, oh, dat is een slag. Een tikkie voor de grillige Glenn is dit. Met Sebastus op het tweede honk. Is dit wel raak? En dan gaat de bal in de richting van Maureen. En die stopt hem bijzonder met de voet. Ha, ja, Glenn bereikt het eerste honk. En Sebas is thuis. 1-0. Maureen gooit hem richting derde honk. Te laat. Sebas komt als eerste binnen. 1-0 voor de Red Sox. En Glenn naar het tweede honk. Na deze tik van hem. Petje af voor Sebas. Eerste punt. Historisch is daar. En dan Ricky. Die in ieder geval de looks heeft van een honkballer. De swag ook. Met wat hulp. De Ricky Express Lucassen. Is de volgende. Die mag gaan slaan. Daar komt hij. Daar gaat hij. Geraakt. Hoog maar niet ver. En Stefan met de vangbal. Ricky is uit. De eerste uit en Glenn moet terug naar 2. Net op tijd. Omdat Joris na deze klap over
het honk springt. Wat een kast trouwens, deze vangbal van Stefan. En dan de volgende. Wat is jullie favoriet? Is dat Wasima. Die gaat net als Glenn op de plaat staan. Heeft een plaat voor de kop. Wasima, time-out, prachtige sportnaam. Time-out, gelijk raak, maar it's Appie. It isn't Appie. Geen vangbal en een wilde worp. En Glenn op zijn gemak, achteruitlopend, thuis. 2-0. En Wasima wordt wat gehinderd, maar kan naar het tweede honk. En zelfs het derde na deze klap, klasse. En dat allemaal in de eerste inning. We zagen een kleine error van Appie. Het aangooien was het ook net niet. Zijn gevoel zit in zijn voeten. Next up, Rijn. De wizard van Duivenbode. Die kan dit. Je mag hier wat harder gooien, hè? Je mag erom wat harder gooien, vindt Roy. Heeft Rijn nou nummer 1 op zijn rug? Zie ik dit nu pas? Ja, natuurlijk. Wauw. Gewoon 1. Ja, ik denk als keeper heb je normaal ook 1. Oh, je voelt je helemaal aan de kant gezet natuurlijk. Maar Rijn heeft wel wat issues met zijn riem. Ja, dit hoeft normaal bij voetbal niet. Daar staat Rijn de wizard. En wow, goed geraakt zeg. Hij is snel ook. Naar 1 en door naar 2. Wasima maakt de 3-0. Rijn gaat naar 3 en ook naar thuis. Een home run, jawel. Ik pakte die knuppel en ik voelde hem gelijk helemaal het mannetje. Hij vergat de thuisplaat weliswaar aan te raken, maar hij wordt geteld. 4-0 na de allereerste echte home run. Omdat Alessio zijn pet die afvalt belangrijker vindt dan de bal. Flonk, wat een tik van Rijn. Zo kwam die binnen en gelijk moet hij handtekeningen zetten. We moeten erin vasthouden. Jongens, serieus. Dit kan toch niet? Nee. Links of rechts? Lin vraagt zich af of ze links of rechts is en hoe ze zo'n ding moet vasthouden. Nou, dit belooft wat. Aanslag. Lin Carousel van Tichelen. 1 uit. Niemand op de honken. En dan dit. Fantastisch. Maar goed geprobeerd. Ziet er top uit. Kleding is ook helemaal niet te wijd. Wel een slag. Voor Lin. Dikke win tegen, man. Hij wint tegen, man. Geen balgevoel. Tweede kans voor Lin die geen balgevoel heeft, maar wel zelfspot. Dat is mooi. Strike 2. Bij 3 strikes, 3 slag is uit. Nee, ze moet nog 1 keer. Ze mag nog niet stoppen na deze heerlijke swing. Goh, dat is een lekkere bal, hè? Nu staat er druk op. En strike 3. Lin is uit. Als eerste. Historisch momentje weer dit. Voor Lin, Carousel van Tichelen en de creators. En wie is dan de volgende? Dat is haar zusje. Sam, met mascotte, hondje Chuck. De ex on the beach babe. Heeft mascotte meegenomen, vergeet hem bijna. Knuppel, een kleinigheid. En ook zij heeft wat fashion troubles. Ook haar broek is ietsje te groot. Net als haar riem, maar Roy dreigt met een oplossing. Dus we moeten iets. We zijn messcherp vandaag. Tadaa! Tada, maar weet ze de bal ook tada te raken met 2 uit. Een derde betekent einde slagbeurt voor de Red Sox. Pressure, pressure voor Smokey Sam de Koning. Komt het goed, foutslag. Niet gevangen door catcher Roy. Ze mag nog een keer nadat ze dit rondje gaf. Komt ie. Oeh, wat een knaller is dat. Snel is ze ook, maar snel genoeg. Nee, uit. De derde uit. Noah daar op het eerste honk. Ze dollen nog wat. Sam heeft de bal in ieder geval geraakt. Volgende keer op het honk springen in plaats van erover. Dan laat deze legend zien dat hij de kleine camera kan raken. Lekker dit. De catcher is Hato. Die zegt, nou wisselen die man. Die man die laat zien hoe je bovenhand zo met honkbal gooit. En oh, Ilse en Maureen oefenen zo het vangen. En dus moet er opgeruimd worden. En Ilse krijgt nog wat pro-tips. Vroeger was het met zo'n plankje die zo dikker was, weet je wel. Een slagbal, denk ik. Het was een stuk makkelijker. Ilse, swingende speelster. De eerste slagvrouw voor de Yankees. En daar gaan we en strike one. Maar het plezier spat er vanaf. Ik vond het echt superleuk. Helemaal leuk wanneer je de bal weet te raken. En dat doet ze. En hoe? Irresistible Ilse. Naar het eerste honk. Geeft Glenn een duwtje. De bal schiet door. Ilse door naar 2. En zelfs naar 3. Prachtig hoor. Wat een debuut voor Ilse van Es.
Maar een honk stelen mag niet. Ilse terug naar 2. Ook prima. Maar ik heb hem geraakt. En hoe? En wat een slow motion zijn dit. En nu gaan we lekker wat drinken. Een biertje voor Stefan en een zonnebloempittendouche voor hem. Leuk. Leuk is ook dat Stefan door Hato wordt afgeleid en door onze drone die wil die gaan raken. Stefan, Spaceman de Vries. Zou wel lekker zijn. Ja, thuiswedstrijdje. Ja, ik heb letterlijk hier vroeger gehongbad. Ja, ik hongbad bij Rooswijk, zit hier in Velsen-Noord, dus ook een kwartiertje. Heel vaak heb ik de DSS gespeeld. Er wordt daarom veel verwacht van de Vries. Ziet er professioneel uit. En? Ja, klinkt ook goed. Die is ver, heel ver. It's out of here. Home run voor Stefan Spaceman de Vries. Voor eigen publiek. Ilse slaat die binnen. Het wordt 4-1. En zelf komt hij binnen voor de 4-2. En dit is lekker hoor. Zo binnenkomen. Boom. Ja, ik voel me helemaal het mannetje hoor nu. En terecht, want wat een klap. Bij Stefan kwam het talent echt naar boven, je zag het. Nou, ja. Misschien hebben normaal zie je dat bij Stefan niet. Nee. Maar nu wel. Zo. En weg is die. Eentje staat er nogal goed op. Ik moet zeggen dat slaan is nooit echt mijn sterkste punt geweest. Rennen wel, want wat is die snel met die lange stelten? Nou, ik vond het wel leuk man om weer een keer te doen. Dus echt, ik heb net even gekeken, volgens mij is het 13 jaar geleden dat ik het voor laatst gedaan. Maar dan ontstaat er een opstootje, zien we allemaal mannen met te veel testosteron. Ik vond het echt leuk. Ook leuk, Roy de coach aan slag. Terwijl Stefan nog feest viert en Roy een hotdog voor de wedstrijd nam en Gucci Riemond deed. Je gaat in staan of je gaat niet. Maar hoe stijlvol slaat hij? Beetje ineengedoken startpositie, Big Papi Roy raakt lucht. Slag 1 voor Roy de coach, die uit een honkbalfamilie komt, maar zelf nooit gespeeld heeft. Zijn handen verkeerd omheet, bij golf sla je ook zo wordt er tegen hem gezegd, maar rechtshandige Roy is eigenwijs, doet zijn linkerhand boven. Nou, er is niet echt een succesvolle nieuwe stijl geboren. Strike 2 voor Roy. Als ik een aanvraag krijg, dan zeggen ze, ja, jullie zijn echt goed. Maar nog één slag en Roy is uit. En dan? Oh, een stootslag, die verwacht je eerder van Ilse. Roy rent zich rot. Er wordt niet snel op gereageerd en Roy bereikt het eerste honk na deze allereerste Creators FC stootslag. Bijzonder. Bereid je daarvoor of nee? Dat komt echt zo. Maar raakte Roy de bal? Dan zou die uit zijn. Tik, rennen, panna. Dan volgt er een protest, maar het mag. En daar de mascotte van de Yankees, die hoort bij Denise. Capone. Groot hoofd. Pussy. Miauw. Hij gaat aardig viral, hè, jouw hond met het shirtje met de laatste vrouwenwedstrijd. Ja, iedereen vindt hem helemaal top. Aanslag Dazzling Denise Kroes. Ja, dus dan laat de kleding zien. En dan trek ik het aan en dan... Staan ze daar in het oranje en wit, wil ze slaan, maar eerst... Begin je met mijn broek of... Oh ja. Ja, de kleine broek. Wat je kleine, of een goede riem. De dames zitten ruim in hun kleding, maar Denise slaat gelijk haar slag en bereikt het eerste honk zo ook. Ja, en ook Roy is safe op 2. Ja, ik heb wel een bal geslagen. En hoe? Wat een debuut van Dazzling Denise en wat mooi. Die schrikschril nadat ze de bal raakte. Nu erin editen zo. Oké, komt-ie. Ook vanuit deze hoek is die raak hoor. Lekker. Daar was ik heel bang voor dat ik 3 keer zou missen, weet je wel. Maar dat ging in ieder geval goed. En ook de manier waarop ze op het honk komt is bijzonder. Ja, die was wel mooi, hè? Zeker, en daarom nog een keertje. Vanuit het zicht van de pitcher, die de ballen natuurlijk netjes aangooit. En hij landt precies tussen 3 man in. Hij is perfect geplaatst. Roy komt op 2. Daar staat hij. En next up, Noah. Mr. Smile de Zeeuw. Ik geniet hier wel ook van dat je zit met die zonnebloempitjes, zit je te kaan en zo. Ja. Noah vermaakt zich prima, ook aan de kant. En dan krijgen we dit. En ja hoor, het is weer raak. Moet hij weer vegen. En Kelly denkt als Noah dat thuis maar niet. Gooi even lekker, vraagt Noah. 4-2 de stand en... Deze gaat door het midden. Een error daar. Roy naar 3 en Denise is die safe. Werd bijzonder getikt. Noah kwam veilig op 1. Ricky mist hier de bal, maar Noah niet. Daar dat tikken. En daar de klap van Noah.
Noah vond ik een beetje tegen. Wat wil je zeggen? Ja, zie je, gelijk kon ze niet meer uit de woorden. Tegenvallen. Wel, recht op de camera af. Slaat hij met stuit. Ilse is safe. En dan moet Joris kledingkeuzes gaan maken. Wat heb je op je hoofd? Dat zijn er twee volgens mij. Oh ja. Hoort dat zo? Ja, hoort zo. Dat verbrandt je ook niet in je nek, dus dan heb je de zon. Briljant. En rasvoetballer Joris kan het niet laten. Kan dat ook met een grote honkbal? Blijft heerlijk om naar te kijken. Maar slaan, kan die dat ook? Joris DiMaggio. Linkshandig is die. Ook die moet in een vak gaan staan. De oranje patta's passen mooi, geraakt. Hoog, vangbal, ja. Door Partypoeper Rijn. Balen voor Akamis, dan moet Denise terug naar 2. Te laat, ook uit. Via een omweg. Er werd per ongeluk eerst naar 1 gegooid. 2 uit. In 1 slagbeurt nu. Oké, daar gebeurde een hoop. Nu heb je het weer verpest. Kan ook in de prullenbak deze. Roy is wel veilig op 3 gekomen en Denise liep daar wat moeilijk. Wat is er aan de hand met Denise? Kijk maar. Oh. En dan heb ik mijn bovenbenen gescheurd, ja. Gescheurd, je bovenbenen gescheurd. Dat klinkt heel apart, toch? Maar het is wel zo ernstig dat ze moet stoppen met de wedstrijd. Nee, serieus. Ja. Er is echt een kans dat ze niet meer kan lopen. Vervelend. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Krijg ik hier een massage? Daar heb je het voor gedaan. Daar heb ik het voor gedaan. Ik kreeg nooit een massage. Ik dacht, laat ik even mijn bovenbenen scheuren. Dan It's Appie, die een wat nerveuze indruk maakt. Hou je hoofd koel, bij alles wat je doet. En Appie, Thor, Aurag krijgt een strike om de oren. 3,5 miljoen abonnees totaal op social media heeft hij, maar dat helpt hem hier niet. De tweede, nou beter, hij raakte de bal nu tenminste. Dan probeert hij het met een stootslag, buiten het veld. Foutslag dus, hij moet terug naar de plaat. En hier de herhaling, ook Noah moet terug naar 1. Vervolgens, raak! Goed, op tijd, ja, en Roy komt binnen met een sliding. Ik heb een geschaafde knie. Alles voor de show, hè? Ik had een slidingje genomen. Ja, ik zag het, met je witte broek, vind het zo jammer van die broek. En de sliding was te kort, op gras glij je lekker door, hier minder, wel 4-3 en 2 honken bezet. Dat belooft wat, met Beep Maureen aan slag. Ja, debutant voor de creators in het algemeen. Ja. Nooit gevoetbald, komt even hier. Stond wel een mannetje ook. Ze deed mee aan The Bachelor, is vriendin van Sam, debutant dus. Jawel, gewoon een ram geven. En raakt de bal hier bijna. Maar ze heeft nog nooit zo'n knuppel in haar hand gehad, legt ze uit. Daarom hier slag 2, met 2 uit. En 2 man op donken. Wat volgt er nu? Belangrijk moment. Flop, ja. Geraakt, maar foutslag. In plaats van 3 slag, nog een slagbeurt en geraakt. Maar daar staat Hato en die kan geweldig honkballen en aangooien. Maureen is uit. Heeft wel een nieuwe vriend, Glenn. Maar wordt hier heel flauw uitgegooid door Hato. En dat betekent 3 uit. Einde van deze slagbeurt. In de duel voor een mooi goed doel. Dit allemaal, alle opbrengst gaat dus ook naar het KWF. Het KWF. Fantastisch. Glenn legt dan uit waar je moet gaan staan en waar je moet gooien. Dan is het de beurt aan Arsenio. Kan natuurlijk geweldig voetballen, maar kan die ook honkballen? Ook hij is zeer populair. Neemt een hotdog. Roy zegt dan, doe mij er ook maar 2 en kom die straks aan die kant bezorgen. Arsenio, aanslag. Hussel, die halu. Ook hij staat verkeerd. Oké, here we go. Met Arsenio en ja, raakt hem maar niet helemaal lekker. En dan vergeet hij te lopen, wijst hij, maar wordt hij makkelijk uitgegooid op 1. Daar is direct de eerste uit. Geen sterk begin van de Red Sox. Wegwezen, zegt Noah. Arsenio rekent op meer begrip, op een herkansing en stopt ermee na dit moment. Dan DJ Hato, die speelde voor de New York Mets. Heeft 1,5 miljoen volgers op social media en die rost hem gelijk weg, zeg. Een homerun. Voor Hato is dit. Maureen rent er nog wel vol overgave achteraan. Maar hij is achter die blauwe, paarse kussens. Hato doet dansend zijn rondje. En letten op Roy. Die gaat zo door het stof.
voor Hato. 5-3 voor de Red Sox. En zo moet het dus. In de wolk is die. Geweldig gedaan. En de volgende slagman is Sebas. Dus maar weer wat verder gaan staan in het veld. De Man of Steel. Doet hij het weer. Hij raakt hem, maar minder ver. En daar staat Joris. Maar Sebas is razendsnel en bereikt het eerste honk. Joris was daar niet blij mee. Dit was de klap van Sebas. Dan is de Big Hurt, Glenn, voor de tweede keer aan slag. Petje goed. Petje goed. Door de knieën. En ver. En vangbal. Nee. Sebas kan door naar 3. En Glenn naar het tweede honk. Dat hij wel moet vasthouden, want anders kan Stefan hem zo uittikken. Het wordt uitgelegd en goed geteld. Daar boft hij. Regels worden wat gebogen na deze tik van Glenn. Nederland won trouwens de honkbalweek op sensationele wijze. Wat gebeurt er nu in dit duel? Ricky. Met één slag had hij moeten laten gaan. Die was wijd, maar verleidelijk. Temptation. Dan tik. Oh, Joris vangt hem. En goed de hoek. Ricky is uit. En Sebas vraagt hoe dan? Applausje voor jezelf. Dit gaat echt helemaal over niks. 3 stappen doet de Akamist. Hij steekt zijn handschoen uit. En hebben ze. 2 man uit nu. Terwijl de klap best aardig was. Van Ricky. Dan wordt de plaat gepoetst. Voor Wasima. Timeout. Van Funnix. Bleef ze meer plezier van de tweede slagbeurt geraakt. Maar dit. En uit. 3 uit. Ook zij raakt hem. En dat voor een hoop meiden en jongens die nog nooit gespeeld hebben. Dan is daar NML Alessio Di Martino. Voel je net een prof? Ja, dat zijn we toch ook? Ja, bijna wel. Na wat bijles. 5-3. De Yankees moeten minimaal 2 keer scoren in deze bottom of the second inning. Bij de warming-up deed ik het iets beter. Iets beter nog dan dit. Goed. Glenn, error. Aangooi naar het eerste. Oh, doorgeschoten bal. Alessio naar 2. En ook naar 3. Nou, ja, ook naar 3 gaat hij. Safe. Na deze tik. Hij leek uitgegooid te gaan worden op 1. Maar dat gaat niet helemaal lekker daar. Ilse krijgt privéles. Zo hard mogelijk zwaaien, goede tip. Niet nu. Nee, niet nu. Ja, maar wel zwaaien met de knuppel. Irresistible Ilse, swingend. Maar gevangen werd hij en dus uit. Dat verdiende meer. Maar voor Hato was deze vangen een eitje. Wel schitterende beelden. Het slaan, het rennen van Ilse zo in extreme slow motion. Prachtig. En dan de versnelling van haar. Stefan krijgt een VIP-behandeling, de knuppel netjes aangereikt en hij heeft fans. De hongerfans kennen me nog inderdaad, ja. Dat is wel mooi. Een staande ovatie krijgt hij zelfs. Goed, een warm welkom. Maar dan moet hij het nog een keer gaan waarmaken. Stefan. Boom! Goed genoeg. Hij slaat Alessio binnen en gaat zelf naar 1, naar 2. Hoewel Alessio niet helemaal door had waar de thuisplaat was. Kijk maar. Daar denkt hij. Oké, wordt ook goed geteld. 5-4. De klap van Stefan, waardoor Alessio binnen kan komen. Dan Big Papi Roy, die kan goochelen met knuppel en shirt. Oh, dat is leuk. Mijn kaartje zit er nog in. Dat kom ik er nu ineens achter. Dat is geen grap. Een foutslag voor Roy, die dan vervolgens volledig doordraait en dat shirt als excuus heeft. En dat is dus de reden dat ik dat niet zo goed ging. Precies in de handschoen geslagen. De pitchers zijn trouwens wereldkampioenen. Vince Roy, echt waar. En Danny Rombly. Stefan ging naar 3. Maar daar is de uit voor de Yankees. Ja. Noah komt eraan. Mr. Smile. Ook vernoemd naar een bekende Amerikaanse honkballer. En een bijnaam. En Noah warmt zich even zo op. Rustig. Kalma. Kalma, zegt hij. Niks aan de hand. Jezelf aanmoedigen misschien. Ja, zo. En dan... Pats!
Droge tik. Rijn. Arsenio, oh! Tegen de grond. Noah door naar 2. Arsenio krijgt die harde bal in zijn kruis. Mendown. Niet de dag van Arsenio. Dit is klote voor hem. Noah kon daar niets aan doen. Raakte de bal gewoon goed. Maar Arsenio werd ook goed geraakt. Volgende keer een tok aan doen. Stefan kwam ondertussen binnen. Het staat nu 5-5. Arsenio wordt verzorgd. Ook een lullig baantje is dat. Op de klap van Noah. Waarop Stefan zo binnenkwam. En Arsenio is de tweede uitvaller. Joris DiMaggio kan de Yankees naar de voorsprong slaan. Zijn 2 uit. En de Hiddenson, ook Joris slaat hem door het midden. Cool gepakt. Cool aangegooid. En Joris gaat uit. Ricky, vervanger van Arsenio op 1. Tikte hem uit. Joris legde de knuppel trouwens eerst netjes neer. In plaats van weg te gooien. Kwam misschien daarom net te laat. Kauwgom. Hoort er ook bij. Je hebt lekker bubbelkum. Maar een grote bel blazen is ook nog een kunst. Bottom of the second. Rijn, die ruikt bloed. Maar wat dacht je als eerste? Wie wil je slaan of wat wil je slaan? De Wizard Rijn. En, ja, die weet ze goed te raken hoor. Naar 1. En hij gaat door naar 2. Dat is gewaagd. Daar staat Stefan en... Uit. Uit. Rijn wordt uitgegeven. Wat scheelde dat weinig zeg. Wordt nog even gepest. Geduld. Zo weinig scheelde het. Rijn uit na een van de betere klappen van de dag. Uitgetikt. Daar net voor die het honk raakt. Door Stefan. Maar deze prima klap. Ik vind sowieso honkbal vind ik wel leuk. Heb ik vroeger wel gedaan. Dan is het poging 2 voor nummer 2. Lin Carousel van Tichelen. En ja, wel geraakt. Ja, voor het eerst. Er zit vooruitgang in. Catcher Roy wist hem weer niet te vangen. En die krijgt een grotere bal aangereikt. Ha. Zou ze deze dan wel vol raken? Daar komt hij. Oh, nee, dat was meer een service of smash. Iets te hoog, wijd. Maar ze slaat op alles. En iedereen. Mooi sprongetje ook. En dan dit moment. Geraakt. Snel naar 1. En... safe! Geweldig! Lin op het eerste honk. En kansen op de voorsprong voor de Red Sox. Wat is ze snel, die Lin. Dan voor die 10 camera's, de grootste creators productie ooit. Smokey Sam. Met 1 uit. Sam maakt zich klaar. Swingt. En is het helemaal kwijt. Nou ja, de bal dan. Rondjes draaien. En wapperende haren. Dat is de stijl van Sam. Foutbal. Pet goed. Focus. Jammer. Duizelig. En herpakken. Of nog even zelf een herhaling geven. En commentaar bij je eigen optreden. Maar die is raak hoor. Oh, gevangen door Stefan. 2 uit nu. Sam is wel een snelle leerling. Gaat van mislaan, halfraken naar volraken. Hé, hey, daar is Arsenio terug. Die krijgt steladvies ook. Heb je een hoge stem, hè? Die heeft nog een hoge stem, inderdaad. En ja, hij rent nu wel, maar gaat uit op 1. Dit hoeft dan niet meer. De sliding van Arsenio kwam te laat. Dat is de derde uit. 5-5. De tussenstand. Spannend. Tijd voor de zonnebloempitten. En daarna is het tijd voor Appie en zijn tweede kans. Aanslag. Eerst nog even dit. Wat rekken en strekken. Zou het helpen? Ja. Maar, oh geweldig, gevangen door Hato. Die plukte de bal nog net uit de lucht. Appie uit. Wat een hoop prachtige acties zien we. Net voor de bal het gras raakt. Weet hij hem te vangen. Deze klap van Appie. Schitterend. Dan Maureen, die een karakteristiek hupje heeft voor ze gaat slaan. En dat hupje helpt. Rennen dan. Rijn gooit. Goed. Glenn vangt. Maureen valt. En Glenn doet erna.
En ook een copy-paste van Rijn. Maureen valt voor Glenn. Die twee hebben het gezellig daar. Maar ze is dan vervolgens wel uit. Mag gaan zitten. En dat vergeet ze even. Glenn helpt haar herinneren met die tik was weinig mis. Twee uit. Druk op Alessio. 400k volgers. En? Ook uit op één? Ja! Verdedigend ijzersterk werk van de Red Sox. 5-5 blijft het. En dan gebeurt er iets bijzonders. Nadat ze elkaar knuffelen, ging er vriendschappelijk aan toe. Oké, we hebben een verlenging. Ze willen niet akkoord gaan met het gelijkspel. Een bijzondere verlenging voor twee slagmensen. Geen Hato, zegt hij. Te goed, maar toch gaat die slaan. Heb je de laatste slag van Hato gezien? Die zit er niet in. Die zit er... Wie slaat hem het vers? Daar gaat het om. Hij of een Yankee. En Hato raakt hem wel lekker, zeg. Goh, wat ver. Ja, thank you very much, zegt hij. De overwinning wordt al gevierd. Maar er komt nog een Yankee. Na deze van debutant DJ Hato, die nu natuurlijk ook een keertje moet mee gaan voetballen. En wie komt er? Aanmoedigingsapplaus voor Stefan. Natuurlijk, hij kan die verder slaan. Stefan de Vries. Spaceman. Prima klap, maar minder ver. Ja, zo ging het voor Stefan. En dus winnen de Creators Red Sox deze allereerste Creators Honkbal softbalwedstrijd. De spelers genoten, het publiek ook enorm. En jullie, wat vinden jullie het grappigst? Laat het ons weten in de comments. En vergeet de korte interviews zo even niet te luisteren. Die zijn hilarisch. Honkbal, heerlijke sport. En daarna gaan Akamist en It's Appie nog even honkbal combineren met voetbal. En hoe? Ilse, zit je haar inmiddels? Zit alles goed? Beter andersom. Ilse, ja, veel plezier bij de begrafenis. En... Echt? Nee. Ja. En volg me ook gelijk even op TikTok. Echt, no, oh ja. Joy. Echt heel leuk. Ja, nou jongens, mijn kanaal Denise Kroes met een K. Ja, dat is magie, hè? Ja, jij bent natuurlijk helemaal thuis in de fashion met je vlogs en zo. Wat vond je van de kleding? Ik vond het echt heel nice. Shirtje, broekje, sokken, petje, riem. Wel een iets kleinere broek. Of ik moet even aankomen, maar oh. Dit is wel heel, dit is wel heel veel aankomen. Je kan niet twee keer in. Ja. Bedankt voor het kijken, duimpje voor deze video. En tot later. Tot later. Doei.